Hey, ik ben Hidde en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Ik ga vandaag een probleem met jullie behandelen waar ik persoonlijk al jaren last van heb. En dat is opkomend en brandend maagzuur. Ik ga je vertellen hoe het zit na dit. Ik heb 3 tips voor jullie op een rijtje gezet waarmee je de last kan verminderen en in sommige gevallen zelfs kan voorkomen. 1. Wat ik van heel veel mensen hoor is dat als je op de linkerkant van je lichaam slaapt, dat het maagzuur minder wordt. Dat komt omdat als je aan de rechterkant slaapt, kan het zuur van je maag kan al best wel hoog in je slokdarm zitten. Ga je op je rechterkant liggen, is de kans groter dat het doorstroomt naar je keel en dat je dus ontzettend veel pijn en een vervelend brandend gevoel krijgt. Ga dus altijd op de linkerkant liggen. Dus, lig op je linkerzij en zorg ervoor dat je borst hoger is dan je buik. Zou je hier een stuk minder last van hebben. 2. Ik durf te wedden dat jullie ouders of kennissen of vrienden het wel eens tegen jullie hebben gezegd. Maar punt 2 is kauw je eten goed en eet niet te snel. Dat is altijd mijn probleem geweest. Ik schrok altijd alles naar binnen. En het is misschien op het moment hartstikke lekker. Maar als je eenmaal in je bed ligt en het maagzuur begint op te komen, dan heb je er gewoon ontzettende spijt van. Dus let hierop. 3. Dit is eentje die ik laatst voor de eerste keer heb uitgeprobeerd. En ik moet zeggen, het werkte voor mij echt als een wondermiddeltje. Dat is gewoon een lepeltje havermoutvlokken. Moet je gewoon opeten voor het slapen gaan. Het is niet lekker. Ik ga het ook voordoen. Koud niet lekker weg. Maar let erop, deze truc kan ontzettend goed helpen. Even doorzetten. Nou, een beetje droog. Je kan het. Wat? Als je het dus niet wegkrijgt, kan je ook altijd even een slokje water erbij nemen. Koud wordt makkelijker weg. Dit waren de 3 tips die ik voor jullie op rijtje heb gezet. Nu weet ik dat er ook medicijnen op de markt te verkrijgen zijn. Denk aan Rennie, denk aan Zantac, denk aan allerlei andere verschillende merken. Kan je natuurlijk gebruiken, maar ik raad het je wel af. Omdat het blijven medicijnen en langdurig gebruik met medicijnen kan altijd bijwerkingen hebben. Dus let hierop. Vond jij deze video nou leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te geven en laat even weten in de reacties of onze tips hebben geholpen. Vergeet je ook niet te abonneren en dan zie ik jou de volgende keer bij een nieuwe video. Dat is handig!